Welkom, een nieuwe video. Wanneer dat je het eenheidsbewustzijn geïntegreerd hebt, wanneer dat jouw energie zodanig hoog is dat je verbonden bent met diamantenbewustzijn, dan ga je ook meer ontdekt hebben over hoe dat de wetten van het universum werken. En een van die wetten is de wet van aantrekking. Veel mensen kennen die wel. Maar ik spreek en werk liever met de wet van resonantie. Omdat dat ook veel meer toont en duidelijk maakt op welke manier dat eigenlijk onze uiterlijke wereld, dus de buitenwereld, de realiteit, ervaart. Hoe dat die een weerspiegeling is van jouw innerlijke balans. Dus wanneer... Dat betekent dus dat wanneer dat er iets in jouw realiteit goed of niet zo goed is, dus of iets positief of niet positief aanvoelt, negatief aanvoelt, dat dat eigenlijk terug te spiegelen is naar een balans in jezelf. Een voorbeeld, een heel gemakkelijk voorbeeld waarin je dat kan toepassen, is wanneer het gaat over relaties. En om het niet te ingewikkeld te maken, houden we het nu op romantische relaties, dus echt partnerrelaties. En het maakt niet uit of dat heterogene relaties zijn of niet, maar of homofobe relaties of hoe je dat ook noemt, maakt niet uit, daar gaat het niet om. Maar dus de relaties waarbij je dan eigenlijk een partnerschap opbouwt met iemand anders. Nu, in de aanloop naar het Leeuwenportaal, nu op 8 augustus, en de daarmee samenvallende nieuwe maan, zal je merken dat heel veel mensen gepusht worden. In die zin, dat hen nog duidelijker getoond wordt waar dat hun leven niet is zoals ze het eigenlijk diep van binnen zouden willen. Niet alles is roze geur en maneschijn. En daarnet zag ik op sociale media een post verschijnen met liefde is hard werk. Nee, liefde is. Hetgeen wat het harde werk vraagt, is het innerlijke werk dat je te doen hebt. Zodanig dat je in staat bent om die innerlijke balans te creëren, zodanig dat dat ook weer spiegeld wordt in je buitenwereld. Dus daarom vertel ik ook altijd aan klanten, aan volgers en posts, aan iedereen die het wil horen. Het is niet liefde die het pijn doet. Het zijn niet relaties die ons kwetsen. Het zijn wel die wonden die reeds in ons aanwezig zijn, die ervoor zorgen dat we dat gaan projecteren op de anderen. Maar het enige wat die andere doet, is eigenlijk de schaduw, de pijn die er reeds in ons aanwezig was, om die te gaan triggeren. Je zou het eigenlijk zo kunnen zeggen dat je gevallen bent en je hebt die wonde, toen deed dat inderdaad wat pijn, maar je hebt die wonde eigenlijk niet goed verzorgd. Je hebt die wonde geen liefde gegeven, je hebt er een pleister over gelegd en onder die pleister bleef die wonde maar etteren. Die bleef maar eigenlijk proberen zichzelf te zuiveren. Maar doordat jij de constant het afdekt met een nieuwe pleister, of een pleister op een pleister op een pleister op een pleister, kreeg die wonde niet genoeg zuurstof, kreeg die wonde niet genoeg licht, kreeg die wonde geen liefde. Waardoor dat die natuurlijk meer en meer pijn begint te doen en groter wordt. Groter, zodanig dat je tot op een punt komt dat je niet anders kan dan die wonden aan te kijken en te gaan kijken van oké, ik heb die wonden zit er, wat ga ik er nu mee doen? In plaats van dat je toelaat die wonden er te gewoon altijd maar verder weg te duwen in jouw schaduwen en jou op een negatieve manier te laten beïnvloeden. En dat is dan het punt waarop je mensen en partners aantrekt die wondes gaan weerspiegelen. Want dat zijn dan de mensen die dan op die wondes gaan duwen. En uiteindelijk zeg je tegen jou, kijk, daar heb je nog een wonde, daar heb je nog een wonde, daar heb je nog een wonde.
En natuurlijk, als je wonden hebt die nog niet genezen is, en zeker als die aan het veretteren is, of dat die probeert zichzelf te zuiveren, ja, hoe lastiger dat dat is. En dan gaan we eigenlijk in relaties en discussies, wanneer dat de andere partner dat toont aan ons, in plaats van dankbaar te zijn voor het feit dat die partner ons de kans geeft om die wonden in onszelf aan te kijken, nee, dan gaan we dat gaan nog meer gaan uiten. En nog gaan meer olie op het vuur gaan gooien. De anderen voor van alles. En dan gaan we het beschuldigen. We beginnen te roepen. We beginnen te tieren. En uiteindelijk lopen we weg. Maar als gevolg dat we dan eigenlijk de ander weer zien als het probleem van onze pijn. Maar dat ligt de oorzaak niet. De oorzaak van je pijn. De oorzaak van jouw problemen. Of van de problemen in je relatie. Ligt niet bij de ander. Die ligt in jezelf en nog meer niet in het nu, maar meer nog in het verleden. Dus neem de tijd om afstand te nemen van je partner als het niet anders kan. Zodanig dat je kan gaan luisteren naar jezelf. Dat je eigenlijk met jezelf aan de slag kan gaan. Dat je kan gaan voelen van oké, wat maakt dat dit zo pijnlijk voor mij is? Wat wordt er mij getoond? Waar heb ik niet mezelf op de eerste plaats gezet? Waar heb ik te veel gegeven in plaats van ontvangen? Waar probeer ik nog te veel de controle te houden op mijn leven? En dus probeer ik de anderen te veranderen in plaats van iets in mezelf te helen en te gaan veranderen. Dus je ziet, er zijn zoveel zaken en zoveel invalshoeken. Dat maakt dat heel veel mensen ervan weglopen. Maar zolang dat er problemen zijn in je relaties en dat je niet op een harmonieuze manier een relatie kan aangaan met iemand anders, dan is dat omdat die andere jou dus toont en spiegelt waar dat je nog werk te doen hebt. Zelfs in het werken met mijn klanten ervaar ik ook soms nog zaken wanneer dat klanten mij triggeren of klanten mij dingen spiegelen. En ik kan er bijvoorbeeld niet, of ik voel me bijvoorbeeld aangevallen, wat dat niet zo is, maar in het begin was dat natuurlijk. En dat had gewoon enkel en alleen te maken met mijn eigen onzekerheid op dat moment. Dus ook ikzelf neem elke relatie die ik aanga, of dat nu met een klant is, of een partner, of met mijn kinderen, of met mijn ex, of met mijn ouders, of mijn zussen, of mijn broer, of wie dan ook, of buren, stel ik me de vraag van, oké, wat is het stukje in mezelf die getriggerd wordt, die weer naar boven komt en die ik eigenlijk nog verder mag healen? En wanneer je daar de tijd voor neemt, en dat kan je alleen maar door naar binnen te gaan, door naar binnen te gaan, door te gaan luisteren en door eigenlijk stil te worden. Door je mind af te sluiten van alle moeten, alle overtuigingen, alle ideeën over hoe de relaties zou moeten gaan. Want we zijn aan het evolueren naar een nieuwe tijdperk. Hogere energie, maar dat betekent dus ook dat we relaties op andere manieren gaan doen. En misschien heb jij relaties altijd gedaan zoals je gezien hebt bij je ouders of bij anderen. Maar is dat niet de manier waarop dat jij je relaties goed functioneert? Dus ook daar stel jezelf de vraag, wie ben jij? Wat heb jij nodig? Waar zoek je nog veiligheid buiten jezelf? Waar zoek je nog genegenheid buiten jezelf? Waar zoek je nog bevestiging zodanig dat je in verband met je zelfwaarde? Wat maakt dat je bijvoorbeeld de anderen nodig hebt om dit of dat te gaan doen? Ben je iemand die wacht en iemand nodig heeft om je dromen na te jagen? Of kan je dat perfect alleen? Dus is het zo in zoveel zaken vervormd en verweven dat we soms niet goed zien op welke manier we onszelf saboteren en dus daardoor problemen en discussies en ruzies creëren in onze relaties. Dus de enige uitweg, en daarom is ook de ondertitel van het boek dat ik geschreven heb, 96 Vlammen, de ondertiteling Manifesteer liefde in je leven via eigen essentie. Omdat naarmate dat je verder ontwikkelt en verder een hogere frequentie aanneemt en meer zaken in jezelf zuivert, ga je ook relaties aantrekken die dat weer spiegelen. Ga je mensen aantrekken die meer en meer resoneren bij wie dat je bent.
ga je merken dat relaties ook moeitelozer gaan. Net omwille van het feit dat jij weet wie dat je bent. Dat je weet wat dat je waard bent. Dat je weet wat dat je kracht is. Dat je weet wat dat je talent is. En wanneer dat alles veel moeitelozer gaat, dan merk je natuurlijk dat er ook gewoon veel meer liefde, veel meer licht, veel meer harmonie is op dagelijkse basis in je leven. Dus, conclusie, als je problemen ervaart in je relatie op dit moment, kijk dan eens welke wonden uit het verleden dat er getriggerd worden en ga daarmee aan de slag. Heb je hulp nodig? Wil je verder aan jezelf werken? Kijk dan zeker eens in de box onderaan deze video. Daar heb ik een aantal zaken vermeld die goed zullen kunnen zijn voor jou op dit moment. Voel vooral wat je zelf nodig hebt nu op dit moment. Heb je meer hulp nodig? Weet je niet goed wat dat er nu bij jou past? Stuur me dan een mailtje via de website of zet je vraag hieronder. En dan ga ik je zeker antwoorden. Zo, dat was het voor nu. Tot in de volgende. Dag.